Welkom om 19:55 in München Hofbahnhof. Wij gaan rijden met deze ICE-trein vanuit München via München Passing naar Augsburg doorrijden aan één stuk. En we gaan onze deuren openen zodat de mensen in en uit kunnen stappen en eens even rondkijken. Hier staat de 375, heb ik in deze route gepland. En daar helemaal achteraan, die zie je net niet, denk ik. Ik zal even teruggaan. Dat is nog een DB442, zo'n rode. Die staat ook klaar om te vertrekken. We gaan de instellingen klaarmaken, de motor klaarmaken en dan zijn we weg. En we gaan onze deuren sluiten. En dan kunnen we zo vertrekken. Richting München Passing. Dat is een station vlak hierachter. En dan rijden we helemaal door in volle snelheid naar de parkeerrem staat er nog aan. En daar gaan we. Dacht ik toch. Ik had dat gedrukt, joh. Even kijken. Ik denk dat ik die eronder moet hebben. Ik denk dat ik nu goed zit. Ja hoor. Nu zijn we vertrokken. Nu zijn we vertrokken uit München. Met deze prachtige mooie trein. En dit leuke station hier. Uitgebreid station met vele perrons. Een dikke 7 kilometer naar het eerstvolgende station. En daarna rijden we door naar Augsburg. En ik had gehoopt dat we een trein uit het station al zagen vertrokken. Ik had die tijd toch, meen ik, goed ingesteld. Maar tja, dat lukt niet altijd. Ik heb ook in Augsburg treinen ingezet hier naartoe. Naar München. Misschien dat we die onderweg tegenkomen. Heel veel plezier op deze leuke route. We mogen dadelijk naar 130 km per uur. We rijden een beetje te hard. We proberen het netjes te doen. Ja, voilà. Remmetjes weer los. Gasje weer bij. En we zijn vertrokken, mensen, op weg naar 130 km per uur. Met de hand, want we weten nog niet hoe die PZB werkt hier in deze trein. Daar moet ik nog eens achter zien te komen. Hebben jullie een tip, een videolink? Zet het alsjeblieft in de comments. Waar je leert rijden met die PZB in de ICE-trein. Dat zou heel fijn zijn. Dan hoeven we dat niet meer op te zoeken. Nu gaan we ons even concentreren. Wacht even, ik ga even deze uitzetten. En we terug aan. Zo, dat we wat sneller gaan krijgen. Voilà. Volle patat, zeggen ze dan. Weg uit München Hofbahnhof. Uur in de avond, dus krijgen we straks misschien wat lichtjes in de huizen en de zon die ondergaat. Kijk, daar is de zon die ondergaat, dat bedoel ik. Als je rond die tijd een route maakt, dan is dat altijd heel mooi om te zien als je je trein dan erbij pakt. Zo, even kijken of ik mijn camera goed gezet krijg. Ja, dat is altijd een beetje moeilijk hier. Dat komt door die elektriciteitsdraden hier in de lucht. Maar normaal gezien moet het lukken om je trein ook in beeld te krijgen. Kijk eens, voilà. En dat is altijd een mooi beeld, hè.
2,7 kilometer nog. Nu ben ik hem even kwijt. Waar zitten wij ergens? Ah, daar. Voilà, mensen. We komen aan het eerstvolgende station. Binnen een kilometer. Kijk eens wat een rails, kijk eens hoe breed. Een paar honderd meter nog. Kijk eens hoe mooi. München Passing. Nou, is dat mooi gedaan of is dat mooi gedaan? Dat dacht ik ook. We gaan even kijken op het perron of alles veilig is. Ja hoor, en dan kunnen we onze deuren openen aan de rechterkant. Voilà. En dan kunnen de mensen in en uitstappen. Ik zie geen beweging, maar goed. En dan vervolgen we onze rit helemaal door naar Augsburg. 49 kilometer als ik het goed heb. De totale lengte van deze route is ongeveer in de 60. Dit is het station. München Passing. En we gaan weer vertrekken, mensen. We gaan zo de deuren dicht doen. Onze rem staat op 1A, dat is goed. We staan nog in forward. Ready to go. Schließvorgang eingeleitet. We krijgen toestemming om te vertrekken 49 kilometer naar Augsburg. Ja, we gaan nog genieten van het mooie landschap in de avonduren. Mogen we de 130 zelfs doortrekken dadelijk. Dan gaan we eerst de trottel even afzetten en dan weer vol op gas en we zijn vertrokken. Kijk eens hoe mooi die huisjes daar liggen aan de rechterkant. Kijk eens hoe mooi. De graffiti op de muren. Ja, dit spel is echt heel mooi gemaakt door Dovetail Games. Dat mag ik zeggen. Ze zijn wel duurde spellen, maar ja, ik begrijp het wel. Want dit kost toch veel geld om te ontwikkelen. Maar kijk eens hoe leuk, jongens, daar die huisjes. En hoe is het met de zon? We gaan ons iets omdraaien. Daar is de zon nog, die ondergaat. Ja, we hopen dat we een paar treinen van ons tegenkomen die we gepland hebben in de route van Augsburg naar hier. Dadelijk toch naar 200 km per uur, dat schiet dan lekker op. Oh,
bij de 3 kilometer pas. Nu klaxoneren we nog als we een station zien om te waarschuwen. Maar na 10 uur 's avonds doen we dat niet meer. Dat zijn de regels. Om de mensen niet op te schrikken die al willen gaan slapen natuurlijk. En hier vlak bij de stations en bij de rails wonen. Kort signaaltje als we een collega tegenkomen. Dat mag wel. Kijk eens zo leuk hier. Zijn ze aan het werken? Oh, echt toch wel gedetailleerd, hè, mensen. Goed, we gaan naar 200 km per uur. Met nog 42 km te gaan. Dit is toch echt genieten. Dit is toch echt genieten van het landschap en van je trein. En je hebt hem onder controle. Dit is toch echt mooi hoor. Fijn gevoel. Netjes rijden we. Had ik wat niks gezegd. Komt hij weer naar rood. Even op 1A bijremmen. L2. Dan zakt hij langzaam. En dan mag hij weer uit. We hebben pas nog een nieuwe trein gekocht, de Baby Bullet, in San Francisco naar San Jose. Ook een hele leuke trein om mee te rijden en een hele mooie omgeving natuurlijk in Amerika daar. Moet ik altijd aan mijn dochter denken, die woont daar. Die woont in Oakland, 60 kilometer van Los Angeles, daar hebben ze eerst gewoond. Vlak bij Hollywood, Hollywood West is dat. En als je hier rijden bent die trein, dan denk je natuurlijk aan je dochter die 4 jaar geleden met haar man geëmigreerd is naar Amerika. En we hopen haar snel weer een keer te zien. Hopen dat de corona snel voorbij is, mensen, dat we weer onze wegen kunnen gaan waar we willen en hoe we willen. De stations vliegen ons voorbij. 193 km per uur. Ja, de zon is ver onder, denk ik. Bijna 7:45. Ja, even de snelheid weer terug opdrijven. We hadden een beetje bij moeten remmen, omdat we veel te hard reden weer. En dat is het nadeel als je niet kunt rijden met een speed controller, een cruise control. Ik heb gisteren geprobeerd, ik weet dat hij hier ergens zit, PZB, je moet hem in die kast. Hier moet je hem eerst aanzetten, dat weet ik, maar het lukt me niet, want hij valt iedere keer uit en dan doen we dat nog maar niet. Nogmaals, als je weet hoe het moet, laat hem even weten, dankjewel.
Een heel veld met zonnepanelen. Mei. En die blijven dan liggen. Die worden niet gestolen. Zo ja. Want tegenwoordig, hè. Toch 23 kilometer. Genietend van de avond. Look. En hopend dat we een trein gaan tegenkomen. Die normaal al lang uit Augsburg vertrokken moet zijn. Maar die andere route wat ik gemaakt heb van Cullen naar Aken en van Aken naar Cullen is dat wel gelukt. Kom je die treinen tegen. Maar dan had ik ook weer een probleem dat de rode lichten vlak voordat je in Cullen aankwam rood bleven. En je dus niet Cullen binnen kon rijden in die route. Waarschijnlijk omdat de platforms bezet zijn dan of wat. 10 minuten, kwartier staan wachten. Werd wel niet groen. Ja, toen heb ik het scenario maar afgesloten natuurlijk. Ja, daar komt de trein. Had je hem gezien? Dat was de 375 mensen. Dat was de Engelse trein 375 die we tegenkwamen. En je hebt kans dat we er nog wel één tegen gaan komen nu. Dus we gaan proberen wat vooruit te blikken. Ik weet niet meer precies hoe laat, maar dat was de 375. En dan ben ik gewoon blij dat dat gelukt is, dat die toch vertrekken daar. Want ik was al aan het denken, ik weet er zeker dat ik een tijd ingesteld heb. Rond die tijd dat wij vertrekken daar. Oei. Te lange tremmen. Wat moeten we nog? 18 kilometer. Dat is niet meer ver. Snelheid dadelijk weer tegen de 200. Dan zijn we zo daar hoor. Laat ik even onze trein in benen pakken. En goed luisteren, als we iets horen, dan draaien we ons om en dan kunnen we misschien zien aankomen. Ik dacht dat ik de 395 ook daar gezet had die uit Londen kwam. Ik weet het niet meer zeker. Er waren drie treinen die vertrekken in München en drie treinen die vertrekken in Augsburg. We kunnen altijd nu en dan eens even uit de cockpit kijken. Dan zien we meestal ook wel aankomen. Maar nog 15 kilometertjes te gaan. Ja, en ik heb een hele fijne headset. SteelSeries 7. Werkt perfect. Gaat heel lang mee in batterij. Heel licht op je hoofd. Prima geluid. SteelSeries 7. Een tip mocht je ooit een headset willen kopen. Om rechtstreeks videobeelden op te nemen op je PlayStation. En gouden tip. De prijs. Ik dacht 169 euro. Nee mensen, ik zie er nog geen trein meer komen. Met nog een dikke 9 kilometertjes te gaan. Dat gaat nu snel. Over de 200 km per uur rijden we hier.
met de ICE 3. De 403. Met zijn groene streep. Klimaatschutz. Klimaatbescherming. Daarom heeft hij die groene streep hierop. En de laatste 5 kilometer tot ons station Augsburg. We hebben de trottel uitgezet. En hij is langzaam terug aan het lopen. Uit snelheid 133 met nog 4 kilometer te gaan. En we genieten. Kijk eens wat een mooie brug, mensen, hier. En dan ben ik even aan het denken. Zou dit de Rijn zijn of de Donau? Dat is de Donau, denk ik, wat daar loopt. We blijven een beetje snelheid houden. Het is toch nog 3,5 kilometer. Kijk eens wat een mooi landschap. Kerkje aan de rechterkant. Hoge flatgebouwen. Kleine huisjes met verlichting aan al. Want het is ook al bijna 8:30 in de avond. In april. Kijk daar wat een mooie huisjes. Kijk eens. Mooi, hè? Ja. Kijk eens hier, kijk eens hier. We rijden langzaam richting station. Langzaam rijden we binnen. ...1,3 kilometer nog. Laatste station voor Augsburg. Vraag me niet hoe het heet. We hebben geen tijdslimiet, dus we rijden lekker rustig binnen. Geen trein meer gezien, dus eentje maar tegengekomen, de 375 uit Londen. Hier worden de sporen breder, dat betekent dat we bijna aan het station zijn natuurlijk. Nog 300 meter. Oei, ik ben even niet goed opletten. Maar normaal gezien zou het juist goed moeten gaan. Gelukkig de noodrem even aan moeten trekken. Dat is niet anders. En dan gaan we onze deuren openen. We zijn goed tot stilstand gekomen, in ieder geval hier in Augsburg. En de deuren gaan open, de passagiers kunnen weer in en uitstappen. En dan zijn we aan ons eindstation. Waar we ook geen treinen... Jawel, daar staat de trein voor mij. Oh jongens, kijk, daar staat hij nog klaar. Dat is mijn Eurostar die ik zelf gemaakt heb. Met... livery design hier in het spel. En die staat daar nog stil. Dus die is zo normaal. Ah, die vertrekt pas om 8:30, denk ik. Ik denk dat ik die tijd wat laat heb ingeschat. Maar die staat daar klaar om te vertrekken richting München. Hè. We blijven nog eens gewoon eventjes kijken. We gaan de deuren nog niet sluiten, want dan is het spel voorbij. Als we nu nog even blijven wachten, zien we misschien dadelijk nog vertrekken. Hè. Wie weet. Blijf hangen. En ik ben dus heel even uit mijn stoel gestapt in de cockpit nog. Daar laat ik jullie het interieur van deze trein eens heel even zien. Daar zitten nog mensen in, zie je? Voilà. Wat leuk. Kijk eens, mooi interieur. Goeiedag samen. Blijft u maar rustig lekker zitten. Dit is geen controle.
Wij lopen hier gewoon even door. Kijk eens mensen hoe mooi dat deze trein van binnen is. Allemaal van hout. Heel mooi. Hier is het toilet. Kijk eens, hier zitten nog zelfs mensen in een apart coupeetje. Wat leuk mensen, dat had ik zelf ook nog niet gezien, want ik heb die trein pas van gisteren. Dus we lopen hier maar eventjes door. Waarom niet, hè? Ja, ik vind het toch een mooie trein. Eenvoudig, modern, maar wel mooi. Kijk eens, met een mooi tafeltje bij zit mevrouw. Die kunnen een potje kaarten daar, als het moet. Goed mensen, we gaan hier eens even naar buiten. En dan lopen we langs onze trein. Eens even kijken of we onze Eurostar soms zien vertrekken. Misschien ben ik al te laat. Nee, hij staat er nog. Kijk eens daar, hij staat er nog. En dan gaan we maar even terug in onze stoel zitten hier. Deurtje nog maar even dicht doen. Dan heb je de binnenkant, de interieur, ook even gezien. Dan gaan we hier even terug zitten. Voilà. En dan gaan we even terug met de camera naar buiten. Hoe laat is het? Nog een minuutje of 4 en dan heb je kans dat we deze nog zien vertrekken. Dan wachten we heel even op. Ja, dat lukt ons niet om daarop te wachten tot hij vertrekt. Dus mensen moeten we afscheid nemen, want je ziet het spel is weer voorbij. Dankjewel dat je er was. Abonneer je even op ons kanaal nog hier rechts beneden. Dat zouden we leuk vinden. En als we wat commentaar krijgen van jullie, vinden we ook leuk. Of een duimpje. Dankjewel dat je er weer was. Tot de volgende video in een van onze volgende trips. In eender welke trein. Dag!